Kunt u vertellen, hoe is uw huis beveiligd? Nou, er zijn wat camera's, zoals je ziet, die mijn huis beveiligen. En het hekwerk eromheen. Dan heb je het stichtje, heb je nog twee camera's. Dit is de Orthodox-Joodse Geiderschool in Amsterdam. Er komen nieuwe, hogere hekken omheen. Naast de marechaussee-beveiliging die er al was. Net als bij de synagoge van de liberaal-Joodse gemeente even verderop. Wat is er allemaal aan beveiliging te zien? Wat je ziet is het hek. En dat is al een belangrijke zaak. De rest ga ik liever niet over praten. Dat is niet zo zinvol om dat maar te doen. Maar ik zie camera's. En, er is van alles. Ja. Ja, het is een soort fact of life voor u. Fact of life. Ja? Ja. Ja. Daar, ik denk dat veel van onze leden, van deze synagoge, maar ook van alle andere synagoges, daar eigenlijk niet meer over nadenken. Nee. Dat zie je, zo zit het nou helemaal. Het weer is ook wel eens niet zo goed. Wij staan hier nu voor de hoofdingang van de moskee. U ziet hier boven jullie staan de camera's die hangen rondom de buitengevel overal aan de moskee. Mm-hmm. En die worden binnen in de moskee worden die uitgelezen en opgeslagen. Voor alle deuren hebben wij dit rooster. Weliswaar wel met motieven, maar dat houdt ook heel veel tegen. Mocht er iemand iets tegen de ruiten aan willen gooien, dat hebben wij eigenlijk voor alle deuren en voor alle ramen, hebben wij dit roosterwerk. Gemeenten moeten zorgen voor bescherming van instellingen waar een verhoogd dreigingsniveau voor geldt. Amsterdam heeft daarnaast sinds vorig jaar een subsidieregeling voor beveiliging van in totaal 2,2 miljoen. 15 subsidieaanvragen zijn tot nu toe toegekend. Allemaal voor Joodse instellingen. U heeft ook eigen bewaking. We hebben ook een eigen bewaking. Hoe werkt dat? Dat is een grote groep jongens en meisjes, zo rond de 18 à 20, die uit onze eigen gemeenschap georganiseerd zijn om met ogen en oren de instanties te bewaken, de instituten te bewaken die we hebben. Zij kennen vaak het publiek, dus ze weten zo van mensen, nou die komen hier vaak, dat is geen probleem. En ze kunnen zo mensen eruit pikken die ze niet kennen. Wij hebben ook een pool van vrijwilligers die eigenlijk bezig zijn met alleen het toezicht op de toestroom van mensen, op wat er binnen in de moskee gebeurt. Dat is een pool van mensen die altijd actief is, met name ook wanneer er drukke evenementen zijn. Ja, dus dat is een soort eigen beveiligingsdienst? Dat is een eigen beveiligingsdienst op vrijwillige basis. Wel duidelijk herkenbaar aan hesjes dat ze van de moskee zijn. Dit is onze tuin. En ook in de tuin heeft u beveiliging? Ja. Ja, daar hangt een camera die natuurlijk dit stuk verneemt. En daar hangt er ook eentje. Dus je kan niet zomaar het huis weer binnenkomen. Nee. Dus de mensen die al over de schutting zijn, die worden hier alsnog ook weer gefilmd? Ook weer verwelkomd. Dan hebben ze een hele stap bereikt. Niet adviseerbaar om het te doen. Je moet geen paniek zaaien, maar ik wil ook niet tegen de mensen zeggen, er is niks aan de hand. Er is wel wat aan de hand. Maar moet je weghollen? Nee, ik peins niet over om me weg te laten drijven door, zeker niet door angst en door intimidatie. Dat doe ik niet aan mee. De kosten voor beveiliging in ons land stijgen snel. Daarom komt het kabinet met extra geld voor rapid response teams van leger en politie. En voor nieuwe hoogrisico beveiligingseenheden van de marechaussee. Vorig jaar was daarvoor 25 miljoen euro. Dit jaar 53 en voor de 4 jaar erna 43 miljoen euro per jaar. Dit is een voorbeeld van de vele dreigbrieven die wij vaak ontvangen. Waarin er vaak, nou, zoals de tekst ook hier aangeeft, vaak met heel erg lelijke woorden over de islam en de moslims en de moskeeën wordt gesproken. En meestal is ook de gemene deler dat wij eigenlijk het land moeten verlaten omdat we zo'n vreselijke religie hebben. Wij krijgen geen extra geld voor het beveiligen van onze instellingen. En ik denk dat het ook te maken heeft met heel veel moskeeën die A, de weg naar dat soort gelden A, niet kennen. Er zijn heel veel moskeeën die nog niet eens aangifte doen, omdat ze de zin van die aangiftes dat nog niet zien. Daardoor komt dit soort incidenten komen te weinig voor in de data. En daardoor wordt de weg om aanspraak te maken op dat soort incidenten wordt wel moeilijker voor veel moskeeën. Maar extra bescherming is alleen voor instellingen die volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid ernstig bedreigd worden. En dat worden Joodse instellingen wel en moskeeën niet.
We zijn in gesprek gegaan met de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. En in de eerste setting die wij eigenlijk gehad hebben, merkten wij al dat er al een heel groot verschil is in de data waar de politie en dus ook de inlichtingendiensten zich op berusten. En de aantal incidenten die wij bij elkaar hebben opgeteld. Dus daar zat al een verschil in. Vervolgens zat er ook een verschil in wat noemt men een aanslag, wat noemt men een incident in zaken bekladding of lichte criminaliteit. En hoe zwaar tilt men eigenlijk aan deze incidenten? Daar zit een hele grote verschil in. Door al die extra maatregelen voelen mensen zich veiliger daardoor? Ik kan zeggen hoe ik mij voel. Ja. Ja? Ik heb mezelf een keer betrapt op het feit dat toen deze camera's er waren, aangebracht, dat ik het gevoel had, ik voel me veiliger. En daar schrok ik van, want ik wist niet dat ik me onveilig voelde. Denkt u dat het nog zal veranderen? Dat het weer wordt zoals 10 jaar geleden? Ik hoop van ganse harte dat dat gebeurt. Of ik het verwacht? Niet op korte termijn.